Het is Angela de Jong die onlangs de primeur had van de reparatiegesprekken die Matthijs van Nieuwkerk achter de schermen voert, onder andere met zijn oud-visagiste Jelleke van Rijsoord. Het schudde de story wakker, is Jelleke niet de vrouw die ze een half jaar geleden al met Matthijs hebben gefotografeerd tijdens een wandeling buiten? Ja, inderdaad. De story had een half jaar geleden dus al de primeur kunnen hebben, maar herkende Jelleke toen niet. Een behoorlijke blunder, omdat ze toen net op televisie was geweest met een groot interview bij Bo van Erve Dorens. Nu heeft hoofdredacteur Guido den Aantrekker de foto's alsnog gepubliceerd en doet hij net of Angela oud nieuws heeft. Mark Koster brengt het ter sprake in de podcast The Juice Show: ja, ze hebben het niet gebracht omdat ze die vrouw niet kenden en hij niet aan haar zat of iets deed. Zijn co-host Yvonne Koldewijer daarop, ze wisten niet dat zij die visagiste was dan? Mark vindt het ongelooflijk. Nee, dat is trouwens wel heel slecht hè? Yvonne, dan hebben ze het niet gebracht omdat ze onkundig waren. Anders hadden ze het al lang gebracht. Mark, dat klopt. Die vrouw had trouwens in het openbaar alles al verteld, haar naam was ook bekend. Yvonne, ja, dat is heel gek. Ja, dat is echt heel amateuristisch. Wat slecht. Mark, wat slecht. Yvonne is absoluut niet onder de indruk van Guido en zijn blad. Ja, weet je, Story is zo slecht. Die zijn zo slecht. Wat ze nou ook weer hebben gedaan? Ze hebben dus Marco met zijn Porsche gefotografeerd op de oprit van Leo, alsof het nieuws is. Mark, jij bent eigenlijk ook de dubbelchecker van de story. Yvonne, Story zit mijn juice gewoon te herkauwen. Die pakt gewoon iets van mij van acht maanden geleden en dan doen ze net of het nieuws is. Maar verbinden daar dan ook nog de verkeerde conclusie aan. Mark, dat is nog veel erger, Yvonne. Leontine Ruiters blijkt inmiddels weer samen met miljonair John Huberts, maar Story denkt door die foto's dat ze weer met Marco is. Iets van acht maanden geleden of zo, toen hadden we nog zoiets van: is het nou wel of niet een break? Toen kreeg ik ook wel eens een fotootje van een Porsche op de oprit. Die heb ik ook wel eens gepost. De Jews-koningin vervolgd, maar op een gegeven moment was wel heel duidelijk dat het over was, want Leo ging door met John. Uit Waalwijk. Jezus, Guido. Ik snap dat dit allemaal een beetje moeilijk bijhouden is, hoor. Maar dit is wel heel erg uitgekoud. Nee, met Guido heeft Yvonne helemaal niets. Ja, als ik toch moet kiezen: Evert, Santegoeds, red, is accurater in zijn juice dan Guido, hè? Evert heeft vaak dezelfde waarheid net als ik.